In een reportage van Rada was te zien dat er in een yogastudio in Amsterdam puppies 8 uur per dag moesten werken. Ongelooflijk slecht voor de dieren. Net als andere zoogdieren, baby's, horen kleine hondjes 20 uur per dag te slapen. En van een half uurtje inspanning moet een puppy echt wel uren bijkomen en bijslapen. En in de yogastudio worden ze constant weer opnieuw gewekt. En een van de dames in de uitzending zei zelfs, ja, ik heb er tenslotte voor betaald. Echt boosmakend wat ons betreft, voorzitter. En voor de pups is dit zeer stressvol en Radar meldde zelfs gedrag als trillen en braken. En daarnaast kan het zorgen voor gedragsproblemen. Met als gevolg dat dieren op latere leeftijd in de problemen komen. Dus wat ons betreft een zeer zorgelijke ontwikkeling en echt ontzettend onwenselijk. Nou, mijn vraag voor de wethouder, en ik ga hem niet vragen of hij het ook onwenselijk acht, want ik ga ervan uit dat hij dat ook vindt. Maar ik wil wel heel graag weten wat de gemeente zou kunnen. Want bijvoorbeeld in de conceptagenda dieren staat dat we met betrekking tot sport, waar het kan, negatieve invloeden op dieren willen minimaliseren. En mijn vraag is dan ook aan de wethouder, is hij bereid om te kijken wat hier mogelijk is? Of er mogelijkheden zijn vanuit de gemeente en of de wethouder misschien ook met deze eigenaar zou willen gaan praten? Ik heb daar wel met verbijstering kennis van genomen. Ik vond het ook onwenselijk. Ik heb er dus ook met verwondering en afgrijzen naar zitten kijken. En zal echt goed kijken hoe we hier verder mee kunnen. Want ik snap de gevoelens van de Partij voor de Dieren hieromtrent heel goed. Waar hier ook sprake van is, er wordt ook gewoon gebruik gemaakt van commercieel inzet van dieren om geld aan te verdienen. Dus wat is dat dan? Waar zit dat precies? Volgens mij is het zo dat deze activiteit... dit is niet vergunningplichtig. Nee. Wat we natuurlijk wel hebben gedaan met het kader dierenwelzijn wat we uit hebben gezet, is om te kijken of je ook niet vergunningsplichtige activiteiten meldingsplichtig maakt. Nou, die verkenning loopt nu. Ik denk dat dat een interessante invalshoek is die wellicht zou kunnen helpen. En daarbij is het natuurlijk ook gewoon belangrijk dat we moeten realiseren dat handhaving hierop is natuurlijk wel een landelijk iets. Maar dat we lokaal wel kunnen gaan kijken hoe je in ieder geval op het moment dat je niet meldt, dan ben je een overtreding in het licht van de APV, dat je wel iets kunt doen.